Ja, bloemenlegging, bloemen gooien. We mogen hier niet achter het hek komen. We zijn er weer. Er is net hier bijna een vechtpartij uitgebroken. Mensen die zeggen uit Oost-Oekraïne te komen. Die waren zo boos dat ik een Russische vlag hier bij me heb. Ze waren zo boos op iemand die hier probeerde wat uit te leggen over de geschiedenis en over de huidige situatie. Deze meneer komt hier elke dag. Is een bekende strijder van Amsterdam. En hij legt hier elke dag bloemen neer. Hij gooit ze nu, want we mogen hier niet achter de hekken kruipen. De beveiliging is aanwezig. Vredevolle, liefdevolle, waardevolle gedenkpunt. Net was ook een man hier aan het schreeuwen. De meest vulgaire dingen over Russen en over het Russische regime en over het leger. Wat er allemaal gaande is, ik kan het niet eens herhalen. Het was zo grof. Zijn eigen zoon stond erbij. Schokkend weer. Er is geen dialoog mogelijk meer met sommige mensen. En ze wilden mij hier wegsturen met mijn vlaggen. Bijna gewelddadig toe. De politie moest erbij komen, zeiden ze. De politie moest mij verwijderen. En wat zei de beveiliging? Hij mag hier gewoon staan met zijn vlaggen. Het is niet verboden om hier een eenmansactie te doen met de vlaggen. Daarom ben ik hier gekomen. Er zijn hier meerdere Russische mensen nu aanwezig. Die er heel anders in staan. Peace, no war. Not war. Ja, natuurlijk. Ja, dus in Groesbeek zijn ook mensen aangevallen toen deze eerst in Groesbeek stond. Hij heeft in Berlijn gestaan. Mensen zeggen, ja, is hij wel echt beschadigd? Nou ja, je kan natuurlijk niet heel dichtbij komen. Laat het maar een liefdesmonument worden tegen oorlog. Waarin wij liefde geven aan Rusland en Oekraïne en bidden, spiritueel actief zijn. Ik weet niet of er mensen dood zijn gegaan door deze tank. Dat staat er niet bij, dat is moeilijk te beoordelen. Het is natuurlijk een vreselijk moordwapen, vernietigingswapen. Het is heel druk hier, iedereen komt even kijken, foto's maken, filmpjes maken. Daar staat de meneer van de balie. Kunnen jullie even op mijn spullen letten? De man van de balie is daar. Hallo. Mag ik wat vragen, Yuri? Hij werkt voor Soros, heb ik gehoord. Een Bellingcat. Dus het is allemaal van die model. Ja, dat weet ik. Maar ik dacht dat het nog een beetje daar een beetje netjes ging. Maar het gaat allemaal weer om propaganda uiteindelijk. Net als overal bijna in Nederland tegenwoordig. Nou ja, de mainstream media die werkt zo natuurlijk. Die moeten ons vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. En dat krijg je toch een heel ander beeld van de realiteit. Hij doet er ook aan mee. Dit is de realiteit. Ja, maar er zijn slachtoffers aan beide kanten. Ja, ja. Dus hier werd gewoon opgeroepen om oorlog te voeren. Het is een monument eigenlijk aan onze democratie. Nou, waar zie je dat terug dan? Want er is toch ook geen referendum nu of we de oorlog willen steunen of niet? Nee. Dat is democratie. Dat het volk mee mag bepalen over de gang van zaken. Dit heeft heel veel impact op ons land. Zeker op de hele wereld. Ja. De hele wereld. Maar als je kijkt naar Oekraïne, die willen democratie. Ja, maar daar zijn alle oppositiepartijen geëlimineerd, meneer. Die hebben daar niks meer te zeggen, want dan zegt Zelensky en zijn partij, ja, jullie zijn pro-Russisch, daarom moeten jullie verboden worden, want we leven in een oorlog. Hebt u dat niet meegekregen? Nee. Mediastations worden gesloten daar, je krijgt daar alleen maar één richtingsverkeer niet. Ja, precies, oorlog bedoel je. Ja, dat snap ik wel, maar voor de oorlog eigenlijk, sinds ik in de macht kwam, 2019 denk ik. Toen was Oekraïne een best wel welvarend land, goede democratie. En Poetin zag dat waarschijnlijk als een dreiging. En daardoor is hij dat, ja, wil hij dat eigenlijk voorkomen, dat ze succesvol waren. Ik betwijfel dat, maar ja, het is moeilijk in te schatten vanaf hier. Ja, zeker. Omdat we ook de talen niet spreken, kunnen we een moeilijk onderzoek doen. Ja. Ik zie u zo even, meneer. Dank u wel. Ja, mensen, ik ga even stoppen met filmen. Andere mensen filmen dit verder. Er komen nog wat meer mensen bij om bloemen te leggen.
Ja. Ik heb zelf ook nog een mooie speech bij me die ik niet zelf heb geschreven. Kijken of ik straks die nog even kan doen met iemand anders die mij filmt hier bij het monument.